قم للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Geliefde broeders en zusters, beste kijkers, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Welkom bij deze video van de lessenreeks fiqh volgens Maliki wetschool. Nog specifieker, fiqh van aanbidding. Dus wij zullen in deze lessenreeks inshallah ta'ala de belangrijkste regels behandelen omtrent aanbidding. En nog specifieker, we zullen ons focussen op de regels omtrent reinheid, dus wudu en ghusl, en de regels omtrent het gebed. Tegelijkertijd wil ik een disclaimer maken en duidelijk meegeven dat deze les heel beknopt zijn uitgelegd. Dus verwacht geen gedetailleerde zaken, meningsverschillen, het aanhalen van bewijzen. We zullen ons beperken tot de regels. En waar nodig zullen we het een en ander uitleggen, insha'Allah ta'ala. Om het gebed goed te verrichten of goed te begrijpen, is het heel belangrijk, geliefde broeders en zusters, om een aantal onderwerpen, sub-onderwerpen, goed te bestuderen. Het eerste onderwerp zijn de voorwaarden van het gebed. En straks komen we daar, gaan we het een en ander over vertellen, insha'Allah azawajalla. Het tweede onderwerp zijn de verplichte onderdelen van het gebed. Wat zijn de verplichte onderdelen van het gebed? Want dat heeft namelijk consequenties. Sunan, wat zijn de sunna of aangeraden onderdelen van het gebed? Wat zijn al-fada'il? Wat zijn zaken die niet zozeer tot een sunna behoren, maar zijn goed om te doen tijdens het gebed? Het heeft geen invloed of impact op het gebed, maar het zijn zaken die goed zijn om te doen. En wat zijn de zaken die afgeraden zijn tijdens het gebed? En wat zijn de zaken die jou het gebed ongeldig maken, waardoor je het gebed opnieuw moet verrichten? Hoe gaan we om met bepaalde fouten in het gebed? Dus dat zijn de belangrijkste onderwerpen die wij in de komende dagen of weken met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala zullen uitleggen. Laten we nu eerst even met Shurut al-Salah, oftewel de voorwaarden van het gebed. Om te beginnen is het belangrijk om de voorwaarden ook in drie categorieën te verdelen. We hebben voorwaarden met betrekking tot verplichting en voorwaarden met betrekking tot geldigheid en voorwaarden met betrekking tot zowel verplichting als geldigheid. Wat bedoelen we hiermee? We hebben shurut wujub. Wanneer is het gebed verplicht voor een individu? Wanneer moet en wat voor voorwaarden moet een persoon voldoen om het gebed te mogen of te kunnen verrichten? Dat is één. En shurut as-siha, moet het gebed aan voldoen om geldig te verklaren? Om het gebed geldig te verklaren. We hebben het niet over acceptatie. Acceptatie is in de handen van Allah subhanahu wa ta'ala. Of een gebed geaccepteerd wordt of niet. Daar gaan we niet over. Maar we kunnen wel iets zeggen over de geldigheid. Wanneer is het gebed geldig? Wat zijn de voorwaarden die ervoor zorgen dat een gebed geldig wordt? En we hebben voorwaarden die zowel die betrekking hebben op de geldigheid als op de voorwaarden, op de verplichting hiervan. Shurut al-wujub. Wanneer is het gebed verplicht voor een persoon? Er is maar binnen Maliki wetschool is er maar één voorwaarde. En dat is al-bulugh. Ik hoor nu al iemand zeggen, ja maar een moslim hoeft toch niet te bidden. Volgens de Maliki is het gebed ongeldig wanneer iemand geen moslim is. Maar de persoon, want alle mensen zijn in feite dienaren van Allah subhanahu wa ta'ala. En ze worden dus verantwoordelijk gesteld voor elke individuele daad. Dus ook voor het gebed.
Dat is dus de benadering van het Maliki fiqh. Het buloogh is de enige voorwaarde. Wat betekent buloogh? Dat een kind de puberteit, religieuze puberteit, heeft bereikt. Zodat iemand tekenen van volwassenheid laat zien. Bij een vrouw kan dat menstruatie zijn. Bij een jongen kan het dus haargroei op bepaalde plekken. Maar ook in staat zijn om kinderen te kunnen krijgen. Natte dromen krijgen. Dus dat zijn allemaal tekenen die tot die aan wat we kunnen zien of iemand de religieuze puberteit heeft bereikt. Het is niet altijd van een bepaalde leeftijd afhankelijk. In de Maliki met hebben we dus 18 jaar als maximum. Dus op het moment dat er geen enkele teken te zien is, maar een persoon wel 18 jaar heeft bereikt, dan is dat de leeftijd. Gemiddeld genomen, als ik nu kijk naar verschillende kinderen die ik in mijn directe omgeving ken die de puberteit hebben bereikt, dan hebben we het over 12 jaar gemiddeld. En dat kan per land, per regio verschillend zijn. Wanneer is het gebed? En wat zijn de voorwaarden die betrekking hebben op de geldigheid van het gebed? 1 is de islam. Dus de islam is een voorwaarde. Iemand kan bidden, mag bidden. Het is tussen hem en Allah subhanahu wa ta'ala. We kunnen en mogen niemand beperken in de manier van hoe hij zijn spirituele leven invulling geeft. Maar theologisch gezien, fiqh gezien, zeggen we het gebed is ongeldig. Waarom? Want je mist een belangrijke pilaar, namelijk de islam. Op het moment dat iemand geen moslim is, kan hij geen gebed verrichten zoals we die verrichten. Dat hij op zijn eigen manier bidt, nogmaals, dat is iets tussen hem en zijn schepper. Tweede voorwaarde is seturul aura, het lichaam bedekken. Wat bedekt moet worden. Voor de vrouw is het wat makkelijker, want het is het hele lichaam, behalve haar handen en het gezicht. Die hoeven niet bedekt te worden tijdens het gebed, maar buiten dat om, dient alles van een vrouw bedekt te worden gedurende haar gebed, al bidt ze alleen thuis. Heel veel zusters denken van dat wordt alleen maar gedaan voor als er andere mensen erbij zitten. Nee, dat heeft niks te maken met maharim. Ook wanneer je vader met je is, ook wanneer je alleen bent, dien je aan die voorwaarden te voldoen. Want dat is een voorwaarde van het gebed. En voor de man is het vanaf zijn navel tot en met de knieën. Nogmaals, dat is het minimale. Maar de rest is natuurlijk wel aangeraden om te bedekken tijdens of gedurende het gebed. Het is weliswaar geen verplichting of geen voorwaarde, maar het is wel zeker respectvol ten opzichte van je schepper. Binnen welke fiqh is het zelfs aangeraden om iets over je hoofd te hebben. Maar goed, niet in die zaken aangeraden in termen van sunnah die je achteraf moet corrigeren. Nou. Het derde voorwaarde is bidden richting al-Qibla. Dus je dient als gelovige te bidden richting al-Qibla, richting al-Ka'ba al-Musharrafa, richting Mekka. En we hoeven niet heel moeilijk daarin te gaan doen. Tegenwoordig hebben we apps, hebben we een kompas die je vanuit Saudi-Arabië meeneemt, van Hajj meeneemt, etc. Die kun je gebruiken om de juiste richting te bepalen. Als je maar ongeveer de richting binnen bepaalde marge, kan je nog links of rechts. Maar je moet niet te afwijkend zijn, want dan is je gebed ongeldig. Binnen het vermogen wat je hebt. Soms heb je geen telefoon bij je en je bent ergens. Je weet niet waar het gebed. Kijken naar de zon. Kijken naar andere tekenen. Is er helemaal geen zon en je weet totaal niet waar je bent. Dan kun je gewoon bidden. Want de nodige inspanning heb je al getoond. En het gebed verrichten. Dus binnen het vermogen en binnen de kaders die jij als persoon hebt. Vierde voorwaarde. En dat is taharatu al-hadath en taharatu al-khabath. Dat zijn twee aparte voorwaarden. Dus in totaal hebben we 5. Taharatu al-khabath betekent dat jij alle onreinheden die volgens de sharia onrein zijn verklaard. En dat is een les op zich. Gaan we op een later moment behandelen. Dus wanneer je lichaam vrij is van alle onreinheden. Zoals urine, zoals ontlasting, zoals bloed. Zoals alcohol, wijn. Niet alcohol die je spuit, hè, in die parfum. Maar dan heb ik het over wijn en alcohol die door de sharia onrein is verklaard. Op het moment dat er dus iets van jou, van dat op je lichaam
of op jouw kleren te vinden is, dan dien je dat te verwijderen alvorens je het gebed met het gebed gaat beginnen. Een van de vaak voorkomende vragen is listinja. We weten allemaal wat listinja is, en als je dat niet weet, dan zeg ik het nu hierbij. Listinja is het reinigen van je geslachtsdelen, zowel voor als achter. Dus op het moment dat je istinja verricht, dan is dat een onderdeel van het verwijderen van taharatul van al-ghabath. Van taharatul ghabath. Dus het is een onderdeel van taharatul ghabath. Wat betekent dat? Het is geen onderdeel van wudu'. Maar het is slechts een voorwaarde. Het is een voorbereiding om de wudu' te verrichten en het gebed. Om het gebed te kunnen verrichten. Dus je dient jouw lichaam volledig te verwijderen. Van onreinheden vrij te maken. Niet alleen maar je geslachtsdelen. Dus het is heel belangrijk om dat overal te doen. Als je ergens... door je kind bijvoorbeeld, je bent je kind aan het verschonen en je bent geraakt door het kind. Uiteraard zit wel wat gedetailleerde informatie over hoe oud een kind mag zijn, et cetera. Maar nogmaals, daar is deze les niet voor. Als je kind, als je wordt geraakt door het kind, je bent daardoor vies geworden. Zeker wanneer het kind wat ouder is geworden en niet nog borstvoeding krijgt. Want sommige medahi geven de moeder vrijstelling vanwege het feit dat ze heel vaak bezig is. En het is moeilijk om elke keer nieuwe kleren te aan te trekken, et cetera. Of als het natuurlijk de vader is die voortdurend bezig is om zijn kind te verschonen. Die worden vrijgesteld vanwege moeilijkheden. Het is moeilijk om elke keer nieuwe kleren te wassen en om nieuwe kleren te kopen. Als je daar een bepaalde kleding voor hebt, dan is dat natuurlijk nog beter. Maar taharatul hadath, je dient je lichaam, je kleren en de plek waar je gaat bidden te verwijderen. En je dient dus onreinheden te verwijderen die door de sharia onrein zijn verklaard. Inkt is geen onreinheid. Behoort niet tot onreinheden. Een beetje verf behoort ook. Een beetje eten, je kleren zijn vies. Door eten, wat natuurlijk halal is en rein is, dan valt dat niet onder. Je kunt gewoon met dat het gebed verrichten. Sommige vakmensen, zoals een slager bijvoorbeeld, wordt ook vrijgesteld. Maar er zijn nogmaals gedetailleerde zaken die niet voor deze les geschikt zijn. Een ander deel is de haratul hadith. El hadith, de term hadith zegt het al. Wat betekent el hadith? El hadith iets wat zich voordoet, iets wat plaatsvindt, iets wat wordt gedaan. Dus er zijn bepaalde zaken, wanneer die plaatsvinden, dan verbreekt dat jouw wudu en je moet de wudu dus opnieuw verrichten. Welke zijn dat? Je hebt taharatu al-hadith van urine, je hebt taharatu al-hadith van ontlasting, je hebt taharatu al-hadith van lucht. En by the way, op het moment dat je dus lucht laat, dan hoef je je geslachtsdelen niet opnieuw te wassen. Maar wanneer je naar de wc gaat en grote of kleine boodschappen doet, dan dien je dat wel te reinigen. Je dient dat wel te reinigen. En tegenwoordig hebben we heel veel middelen ervoor om dat te kunnen doen. En het beste is om dat ook met water achteraf te doen. Maar gelukkig hebben we wc-papier, zoals ik zei, et cetera. Dat is hygiënischer om daar gebruik van te maken. Maar het kan ook door middel van slaap. Op het moment dat je in slaap valt, dan hebben we het niet alleen maar over je ogen sluiten, dan echt dat je in slaap bent gevallen. En onze geleerden geven een vergelijking van een glas water die je in je handen hebt. Op het moment dat deze valt, dan ben je in slaap gevallen. Of je leunt ergens op en je bent in slaap gevallen. Op het moment dat je in slaap bent gevallen en je valt, dan ben je in slaap gevallen. En niet dat je even voor een fractie weg bent. Dat valt dus niet onder slapen. En dat is problematisch, want sommigen tijdens de preek zie je ze bijvoorbeeld zijn moe. Mogen Allah hen belonen voor hun inzet en inspanning, maar dat is een technische kwestie. Op het moment dat iemand tijdens de Jumu'ah in slaap valt, en sommigen zie ik daadwerkelijk bijvoorbeeld zo doen, en dan vallen ze. Technisch is die persoon in slaap gevallen, dus die persoon zou gewoon opnieuw wudu moeten verrichten. Maar subhanallah, op een of andere manier staan ze gewoon op en dan bidden ze gewoon met ons mee. Dat is natuurlijk gebrek aan kennis, maar vandaar deze lessen inshallah ta'ala om dat te corrigeren. Dus dat zijn voorwaarden met betrekking tot geldigheid.
En nu gaan we het hebben over een voorwaarde met betrekking tot zo'n wel verplichting, dus wanneer het gebed verplicht wordt, als geldigheid. Dus samen gecombineerd. De eerste voorwaarde is bulugh ad-da'wa. Wat betekent bulugh ad-da'wa? Dat de boodschap de persoon in kwestie heeft kunnen bereiken. Stel je voor, er leeft iemand ergens op de bergen van China, geen tv of totaal geen bereik, en houdt zich alleen maar bezig met landbouw en allerlei andere zaken, en heeft nog nooit van de islam gehoord, et cetera. Voor die persoon is het gebed niet verplicht, want ja, om iemand verantwoordelijk te stellen, dient de boodschap de persoon wel te hebben, te kunnen te bereiken. En dat is dus nu niet het geval. En het is ook niet geldig, al zal die persoon uit zichzelf bidden, het is technisch niet geldig. Tussen hem en Allah is een ander verhaal. Dus bulugh ad-da'wa. Tweede is dughul al-waqt. Dat betekent dughul al-waqt, dat de tijd is aangebroken. Het is nu bijvoorbeeld al-asr en ik zit te wachten op maghrib. De tijd van maghrib is nog niet aangebroken. Betekent dat maghrib nu voor mij verplicht is? Nee. Oké, als ik nu opsta om maghrib te bidden, is maghrib dan geldig? Nee. Waarom? Want het is nog niet aangebroken. Derde voorwaarde is al-aql, het verstand. Iemand die niet, die verstandelijk beperkt is, wordt vrijgesteld van alle rituelen, ook van het gebed. En al zal die persoon dat bidden, mooi als we die persoon willen stimuleren, et cetera, is prima. Maar we moeten weten dat het gebed voor die persoon ongeldig is, want hij is vrijgesteld, hij hoeft niet eens te bidden. Vierde voorwaarde in de Maliki is al-qudra al-istimali tahoor, oftewel in staat zijn om zichzelf te kunnen reinigen. Niet alleen maar met water, maar ook met tayammum. Iemand die geen tahor heeft, dus ook geen aarde heeft als alternatief, maar ook geen water heeft om zichzelf te kunnen reinigen, dan vervalt het gebed voor die persoon. Wat bedoel ik daarmee? Stel je voor, je zit ergens vast in de gevangenis. Ze hebben jou vast. Mogen Allah ons daarvoor behoeden dat niemand in de gevangenis terechtkomt. Maar stel je voor, je zit vast ergens. Je kan niet aan water komen, maar ook niet aarde om te kunnen bidden. Nou, als je vast zit, dan kan je ook niet bidden. Maar laten we een ander voorbeeld nemen. Een ander voorbeeld, als je op een omgeving bent waar geen aarde, dus je kan niet in contact komen met aarde, met je handen. En je hebt geen water tot je beschikking. Dan is het gebed niet verplicht voor jou, maar ook niet. Geldig verklaard als je dus zonder reinheid het gebed hebt verricht. En wanneer de tijd voorbij is, dan hoef je het gebed ook niet in te halen. Het gebed, een derde of een vierde voorwaarde van zowel geldigheid als verplichting is adamun nomi wal ghafla. Dat je niet aan het slapen bent, ook niet in een moment van onoplettendheid. Wat bedoelen we daarmee? Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, rufi'a al ummati al ghata wa al nisyan. Al ghata, dus een fout maken. En vergeetachtigheid is opgeheven mij om. Ze worden daar niet verantwoordelijk voor gesteld. Dus op het moment dat je aan het slapen bent, dan is het gebed niet verplicht. Ook niet geldig als je dus tijdens je slaap het gebed zal kunnen verrichten. Maar dat neemt niet weg dat jij de nodige stappen moet ondernemen om jezelf wakker te maken voor het gebed, zoals bij Fajr. Je moet niet hiervan begrijpen dat je dus niet verplicht bent op het moment dat je aan het slapen bent. Maar op het moment dat je je hebt verslapen, word je niet verplicht gesteld. Maar niet wanneer jij het gebed verwaarloost en niet je best doet om het gebed, te verrichten. Zesde voorwaarde. Dat geldt specifiek voor dames, voor vrouwen. Al-ghuluw min dami al-haydh wa an-nifas. Dat een vrouw vrij moet zijn van menstruatiebloed. Dus dat ze vrij moet zijn van haar. Dat ze niet in haar periode moet zitten. Dus iemand die in haar periode zit. Het gebed is niet verplicht. Ze hoeft het ook niet achteraf in te halen. In tegenstelling tot het vasten. En al zou ze bidden, het gebed is voor haar niet, geldig. Hetzelfde geldt voor iemand die in kraambloeding zit. In kraambloeding zit. Dat is een vrouw die net een kind heeft gekregen en nog in haar kraambloedingperiode zit. Voor haar is het gebed niet geldig, nog wordt het geldig verklaard op het moment dat ze het gebed zou verrichten. Dus kortom, we hebben twee voorwaarden met betrekking tot het gebed. We hebben Sorot Ujub, die het gebed geldig
sorry, die het gebed verplicht stellen. En dat is al-bulugh, religieuze puberteit. We hebben al-siha, geldigheid. En dat is al-islam, moslim zijn. Je aura bedekken, richting al-qibla bidden. En je vrij zijn van tastbare onreinheden. Dus op het lichaam, kleding en plek waar je gaat bidden. En tahara van rituele wassing. Dat je dus in een reine toestand moet verkeren. Dus in wudu moet hebben. Of een ghusl hebben verricht. Voorwaarden met betrekking tot zowel verplichting als geldigheid. We hebben gezegd, bulugh da'wa, de boodschap moet jou hebben bereikt. Al-aql, je moet bij verstand zijn. Niet aan het slapen of een moment van onoplettendheid. Dat de tijd is aangebroken. Al-qudra, al-isti'mali tahoor, dat je in staat bent en de middelen ervoor hebt om jezelf te reinigen. Het zij met water, het zij met alternatief van aarde. En voor een vrouw, dat ze dus vrij moet zijn van kraambloeding en menstruatie. Dat was het voor vandaag. Dat wilde ik graag met jullie delen. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.